Ik ben Kelvin, ik ben momenteel 20 jaar oud, ik studeer aan de UvA en ik doe de studie Artificial Intelligence. Ik probeer nog steeds zo goed mogelijk te worden in het spel dat ik nu natuurlijk speel. En ik wil, als het natuurlijk nog kan, pro worden in het spel. En dan ja, natuurlijk van, dan drop ik de studie als dat me lukt tijdens het studeren. Nou ja, ik ben zo een beetje opgegroeid met de e-sport scene, vooral in League toen het groot was. Want ik speelde League al eigenlijk vanaf het eerste seizoen. En ik wist eigenlijk nog niks van e-sports en zo, maar toen zag ik het eerste toernooi, of nee, ik zag de IPL 5 destijds. En toen dacht ik van wauw, dat wil ik ook wel kunnen doen. En dat is dus echt al een best wel lange tijd geleden, 4, 5 jaar, zoiets. Ik speelde als eerst een MMORPG genaamd Aeon, maar dat spel begon al een beetje dood te gaan. Dus mensen van mijn groepje gingen al andere spellen spelen en zij kwamen achter dit spel. En toen zei ze tegen mij van, ja, je moet het ook proberen. Maar dan, de eerste keer wanneer ik League of Legends zag destijds, want de graphics toen waren echt nog super slecht. Dus ik keek ernaar en ik dacht zelf van, wat is wel dit dan? En toen ging ik het spelen en dacht van, wauw, is toch best wel leuk. Nee, net niet genoeg, maar de midlane komt even eraan. En daar heb ik Chris nog een kill terug te halen. De flash van Higa, toch die ijsbal. En kijk eens, die damage van Deathrip. Die doet gewoon zeer. En daar is ik even flutuus gedaan. Ze opstaan op vastgezet. Nog één hit is genoeg. Double kill voor Deathrip. Ik speel gitaar. Ik hou ook wel van dansen. Alleen dat doe ik niet meer echt. Want ja, tijd weinig. En ja, uitgaan eens in de zoveel keer vind ik ook wel leuk met vrienden. Zoals ik al eerder zei, ik wou al best wel lang in de e-sport scene komen. En toen kwam ik er. Ik wist al eigenlijk heel lange tijd niet wat een LAN eigenlijk was. En toen kwam ik bij een team terecht genaamd Divinity Gaming. Dat was mijn eerste team. En wij deden met dat team mee aan Nederlandse toernooien. Dus LAN-toernooien. En dat met hun was ook mijn eerste LAN-toernooi. En dat was volgens mij Fragomatic in België. En sinds toen, ja, toen was ik nog best wel een slechte speler eigenlijk. Maar ik ben gewoon doorgegroeid. En dan na een bepaalde tijd kom je op hetzelfde niveau als het hoogste niveau van Nederland zo'n beetje. En dan kom je ook in de wat betere teams terecht. In de Nederlandse scène zoals ECV destijds. Om weer terug te gaan naar DCL. NEC ook doet natuurlijk nu heel goed. Ze staan nu gewoon 4-0 voor. Hoe denk je dat de toekomst ligt voor NEC ook? En hoe denk je dat je dit seizoen zou eindigen met NEC? Perfect season 18-0.